Dit is het vervolg van een lange reis, vol hoogtepunten. Five new players join us, including high-stakes newcomers, Veldhuis. How will they handle the pressure? I know these are pretty high stakes for Lex too. It's his first time. I expect maybe the first 10-15 minutes he might have a few jitters. Samen met 8 Nederlandse pokerspelers gaan we op avontuur. Gedurende 1 pokerseizoen volgen we hen op de voet. Dit zijn de spelers van Poker-Team Holland. We have some peace. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the names? We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease in the jungle. Welcome to the jungle. What can bring you to your I want to watch you bleed. Welkom bij More Than Just a Game. Vanavond gaan we op stap met Fatima. Ze gaat spelen in een pokershow voor de Franse televisie. Opvallend is dat de Fransen haar inschalen als pro. Ik ben begonnen als sportster, maar ik heb wel vanaf het begin ook aangegeven aan PokerStars van ja, ik wil dit dan ook wel echt serieus gaan aanpakken. En mijn ideale combinatie is dat ik ben ondernemer, maar ik ben zelf het product. En omdat ik best wel veel dingen leuk vind om te doen en ook wel redelijk kan, kan ik dat met elkaar combineren. Hey, yes. Nou, nee, ik ben nu op Centraal. Ik vind het leuk wat ik al zei. Niet om gewoon gesponsord te worden en dat mijn naam ergens op staat, maar ik wil participeren. Ik vind het veel leuker om mee te doen dan aan de zijlijn te staan. Daarom koos ze afgelopen zomer voor poker. Nogmaals welkom op deze presentatie. Echt top dat jullie er allemaal zijn. Ik hoef niet alles op te noemen, maar als je je rechtenstudie hebt afgerond, als je brons, zilver en goud hebt gewonnen op de Olympische Spelen, dan ben je echt goed. Fatima, welkom bij PokerStars. Dank je wel. We hebben gekeken naar allerlei sporters in Nederland. We hebben naar voetballers gekeken, judoka's en uiteindelijk kwamen we bij Fatima terecht. Fatima is niet alleen een topsporter, maar ook nog een pokerfanaat. En kan heel goed pokeren en is dus de ideale partner voor ons in Nederland. Ik wil meedoen. Ik wil iets maken, iets doen. En dat is ook wat ik dus wezenlijk ook doe nu. En ze was al vrij snel succesvol. Tijdens het main event van de Master Classics of Poker in Amsterdam behaalde ze een verrassende 9e plaats. 7, daarmee is het voorbij. We zijn er. We hebben de final table duel. Fatima staat naast me. De finale tafel. Ja, echt bizar. Ja, echt heel tof. Finale tafel, ja, Master Classics. Ja, ik ben gewoon een beetje emo ervan. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat begrijp ik. Ja, het is ook denk ik een beetje vermoeidheid en spanning, maar ja, ik ben echt heel happy. Het was voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg was toen ik Final Table haalde tijdens de MCOP. En ik hoop dat ik uiteindelijk gewoon heel goed word. Dus, en dat ik dus toernooien ga winnen, ook EPT's en zo. Dat zou echt heel cool zijn natuurlijk. Ladies and gentlemen, from the Netherlands, Miss Fatima Moreira de Melo. Het enige wat ik van mezelf verwacht is dat ik train en dat ik de juiste dingen doe. En wat er dan uitrolt, ja, dat is daar het product van. En ik vind het dan heel prettig dat ik nu voor mezelf weet je, 2 resultaten heb neergezet waar ik echt nou ja, wel waarde aan hecht. Want dat, dat bevestigt voor mij dat ik op de goede weg ben. En that's it. Zo, je telt met 1 arm. Er zit een beetje agressie aan mij. Goed gedaan. Ja, op het moment ben ik helemaal waar ik zijn wil. Ik heb vrijheid, ik kan doen waar ik zin in heb. Ik kan met vriendinnen afspreken, ik kan naar het buitenland, ik kan mijn ouders zien. En ik kan presteren en competitief bezig zijn. Dus dat is hetgeen waar ik een kick uit haal. En ik kan creatief bezig zijn. Dus op het moment ben ik heel happy met wat ik doe. Ja. Dames en heren, vanwege de weersomstandigheden is er op veel trajecten geen of zeer beperkt treinverkeer mogelijk. Wij adviseren, maak geen gebruik van de trein. U loopt het risico uw bestemming niet te bereiken. Nou ja, ik zou om 2 voor 2 vertrekken, maar nou, het is inmiddels volgens mij... Even kijken hoor, hoe laat het is. Ik denk een uur of... Ja, 15:45. Nou ja, dus Ik ben in ieder geval wat later. En, de laatste Thalys naar Parijs die had 2 uur en 20 minuten vertraging. En hier staat ook al dat hij meer dan 60 minuten vertraging heeft. Volgens mij omdat er gewoon niet meer dan 60 op dat beeldschermpje kan staan of zo. Maar zoveel reis ik niet meer met de trein. Maar ja, het gaat langer duren. En ik heb al een aantal keer gesproken met de productiemaatschappij van het programma, van het pokerprogramma. Dus die is al helemaal in de stress, want ik moet een interview doen vanavond en zo. Maar nou ja, ik kan niks anders doen dan wachten, net als iedereen hier. Dus ik wacht rustig af. Het programma waar Fatima aan mee gaat doen heet Stars of Poker. Hierin nemen 12 amateurs het op tegen 6 pro's. Fatima is voor het gemak maar als pro ingeschaald. Ze kan behoorlijk aan de bak, want ze heeft niet de minste tegenstanders. Vice-WSOP-kampioen Ivan Demidov, de Franse haai Erik Koskas, EPT-Praagwinnaar Arno Mattern en scoopwinnaar Jude Ainsworth. Voor de winnaar ligt maar liefst €100.000 klaar. En daarvoor wilde ook European Poker Tour oprichter John Duffy wel uit Londen komen. Ga er maar aan staan, Fatima. Het is gewoon zoals elke keer. Ik ga gewoon weer een toernooi spelen en daar probeer ik dan gewoon zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. En dan... En verder, ja, it's all in the hands, zeg maar. En hoe ik speel en mijn keuzemomenten. En, ik bedoel, iemand kan hartstikke goed kunnen hockeyen, maar als hij steeds de verkeerde keuze maakt, ja, dan gaat hij nooit Nederlands elftal halen. Dus zo zie ik dat ook. Ik moet gewoon steeds de juiste keuzes gaan maken. Thank you. Daarmee is ze maar meteen begonnen. Want in de overvolle trein is het pakken wat je pakken kan. Voor wat de zitplaatsen betreft dan. Nou, ik ben benieuwd tot wanneer ik kan blijven zitten. Het is niet mijn plek, maar ja, we zien het al. Maar het komt allemaal goed, want een paar uur later komt Fatima gewoon aan op het Gare du Nord te Parijs. Nou, 2 uur te laat, maar we zijn in Parijs, dus... Nu even op zoek naar de chauffeur. Maar die laat nog even op zich wachten. De chauffeur kan ik ook niet vinden. Hello Julia, do you have his number so I can call him? And, or maybe, you know, or can you tell him that I'm at Voie 7? Perron 7. Zou Thierry dat weten te vinden? Ça va? Ça va bien. Oké. Okay. Et vous? Oui, ça va bien. Ouais. Okay. Go. Un petit peu tard, mais ouais. Ça va. Il y a beaucoup de neige ici aussi. Het gaat hard, man. Ah, bah! En Hollande, il y a beaucoup de neige et les trains ne peuvent pas aller salés. Okay. Gelukkig weet Thierry wel een beetje de weg in zijn eigen stad. Dus arriveert Fatima nog ruim op tijd voor haar interview bij het hotel. Ja, oui, merci. Reservé Fatima Moreira de Melo. Yeah. What's for night? Yes. Wow.